Nu al een mooi bezoek van deze vrienden, Margot de Meulemeester en Onderond. Goedenavond. Hey. Hallo. Hey. Jullie hebben het liedje Het is bijna Sinkse gemaakt. Hoe zijn jullie eigenlijk op dat idee gekomen? Het was eerst een podcast met de Zwarte Scholen, podcast van Dwight en Tobias. In de beginnen. Was het een podcast en we zijn, dus met Tobias, Le Bon, hebben we een podcast gestart. Zwarte Scholen noemt dat. Je kunt dat vinden op Spotify, YouTube's. En dan waren we erover bezig, hey, rapper zei, en dan kun je elke keer dat zien optreden, twee jaar alleen. Dan had de rap. Dus de eerste gast was Nicola Bowens. Dus de tweede gast was Margot. En toen zijn we begonnen babbelen. Ja, dus eigenlijk door die podcast hebben jullie elkaar leren kennen. Ja, voilà. We zagen interessante mensen. En we zijn het gewoon nieuw, maar hoe? Voilà, zeg maar. En dus ik wist dat Dwight kon rappen. En dan had ik op eens lumineus idee van, putain, zouden we niet gewoon een Sinksenplaat maken? Ja. En dan had ik een refreintje doorgestuurd via Instagram. Ja. En dan zei van, oké, let's do it. Amai. En Margot, wij kennen jou een beetje als de influencer van Kortrijk. Dus een expert van Sinksen. Mm-hmm. Hoe ziet een ideale Sinksen voor jou eruit? Ha, ideale Sinksen. Mensen met de clichés, hé. Maar ja, sowieso omringd door vrienden, veel nieuwe vriendschappen. Ja, voor mij is ook wel een beetje alcohol, uiteraard. Feestjes bouwen. Mm-hmm. Gewoon een goede sfeer kan je uitleggen. Zo'n beetje het los kameraadschap die iedereen aanvoelt. Zo mensen die je niet kent, maar iedereen zegt zo maatjes van elkaar. Hé. Dat is zo, die sfeer, dat is ook een krap. En bij jou rond? Oh ja, shit, ik had dit vandaag te denken, ik heb het niet gedaan. Een beetje hetzelfde, copy-paste. De sfeer, de gezelligheid, de vrienden. Mm-hmm. De meesten die je tegenkomt, dat je lang niet meer gezien hebt. Gewoon zo de spontane momenten ook. Gewoon. Je laat mee surfen op de golf van Sinksen en gewoon zien waar je belandt. Dat zou eens gewoon nut leggen. Je bent wel poëet. Ja. Oh, ja, kijk, meteen een nummertje geschreven. Ja, voilà. Nog theorie. Surf mee. Surf mee op Sinksen. Goed, maar vooral naar Brian. Wel, ik kijk nu even ook naar Onderond, want na deze single, ja, wat denk je nu? Mogen we nog een samenwerking verwachten in de toekomst met Margot? Ah ja, met Margot. Want met Margot! Ja, ik zag toevallig op haar Instagram een story staan dat ze misschien wel het zag zitten om volgend jaar een album te gaan droppen. Dat is de beide zin. Een Sinksen album. Dat is de beide zin. Als je een slaar tussen en zo een ballade, techno. Dat is toch wel in, toch? Hey, zou dat bij chic zijn? Zeker, ja. Ik vind dat wel cool. Om iedereen een beetje hype te maken voor Sinks. Ja. Wat een album? Hoeveel nummers in een album? Maar 12 zeker. Afhankelijk van hoeveel hij er wil, natuurlijk. Sommigen hebben er 6. Voilà. Echt artiesten droppen een album met 3 nummers. Dus ja. Maar goed, dus nog 2. Ja, dus we moeten wel. Net dat goed, een album volgend jaar met Sinks. Maar sowieso, we gaan wel sowieso nog een dekje niet. Ik denk wel. Gaan we een plaat maken. Ja, man, plaat maken. Uit zei nee, moet niet. Ik ga echt niet verpleiten. Oké, kijk, dan kijken we heel hard uit naar jullie komst volgend jaar. Stel die plaat gerust hier bij Quinde voor. Sowieso. Sowieso. Altijd welkom, zou ik first zeggen. First to know. Ja, super. Ik zou zeggen, geniet nog van dit weekend. Dankjewel, Margot en Onderond. Dankjewel. Alright, precies. En nu gaan we eens luisteren naar die single. Het is bijna Sinksen! Ja. Quinde.